Welkom bij Allemaal Almelo deze week. We praten u bij over grote en kleine gebeurtenissen en evenementen in Almelo. Deze week hervatte burgemeester Jon Hermans haar taken na ruim een half jaar afwezigheid. En het was een drukke week. Met haar eerste raadsbijeenkomst in het nieuwe stadhuis, de slotavond van de avondwandelvierdaagse en het uitreiken van lintjes. Onder meer voor vertrekkend directeur Huub Rakhorst van Urenco. Het wordt toch wennen. Het is voor mij als burgemeester wennen. Voor Almelo is het wennen. Voor Urenco natuurlijk ook. Want meneer Rakhorst gaat toch even nu fouilleren omdat het toch wel wat deftiger voelt. Urenco zonder Rakhorst, dat is even omschakelen. Want in de loop der jaren bent u het gezicht geworden van dit geweldige bedrijf. U was ook een geweldig ambassadeur voor de regio, van de regio. Maar ook van Nederland, wat betreft de innovatieve maakindustrie. En wat betreft het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zowel als directeur van Urenco en als voorzitter van de industriële kring Twente, IKT, heeft u veelvuldig contact gehad met de gemeente Almelo. Altijd woog u de belangen van onze stad mee bij uw beslissingen. We willen iets terugdoen voor de stad, heeft u gezegd. En u zei het niet één keer, u zei het vaker. En daarom gebruiken we een deel van ons geld om activiteiten te stimuleren. U bent van mening dat een bedrijf niet alleen naar binnen gericht moet zijn, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Vanuit die overtuiging bent u als directeur van Urenco jarenlang nauw betrokken geweest bij het culturele en sportieve leven in Almelo. En in onze regio, want het ging niet alleen om de stad, het ging om de hele regio. En daarbij zette u zichzelf nooit op de voorgrond. De leefbaarheid en de aantrekkingskracht van stad en regio stonden bij u voorop. En u heeft zich op bestuursniveau ingezet voor de verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs. En met name het technisch onderwijs. Ik zei het al, het wordt even wennen, Urenco zonder Huub. U bent altijd blijven lezen en musiceren, heeft u gezegd in een interview. En ik neem aan dat u nu eindelijk tijd gaat krijgen voor onder andere de dwarsfluit. Naast Marijke natuurlijk, maar de dwarsfluit. Geachte heer Rakhorst, Almelo heeft veel aan u te danken. Urenco heeft veel aan u te danken. De regio heeft veel aan u te danken en Nederland ook. En het is daarom ook met heel veel genoegen dat ik mag mededelen dat onze majesteit koning Willem-Alexander heeft behaagd u te benoemen tot officier in de Orde van de Rode. Bij de eerste officiële bijeenkomst in de raadzaal voor burgemeester Hermans werd ze welkom geheten door de Almeloze troubadour Henk Lammers. Helaas zijn de beelden niet optimaal, maar we wilden het u niet onthouden. Welkom burgemeester in het nieuwe stadhuis. Het is een mooi gebouw, hopelijk voelt u er zich al thuis. En geeft het inspiratie aan u en aan de stad. Een vervolg op hoe het ooit begon, dat weet nu niemand meer. En mag ik er ook komen schuilen, misschien krijgen we zwaar weer. Ik ben hier ooit geboren, op dit stipje op de kaart. Hier wat moois opbouwen, dat is mij heel wat waard. Staat het in de sterren, zal het zo mogen zijn. Het had gekund, ik sta op het punt, in een eindeloos debat. Artistiek asiel aan te vragen in een andere stad. Er wordt van u gevraagd om
trots te zijn op dit woord. Dan zal ik u maar niet vertellen wat ik allemaal heb gehoord. Want wie mee wil blijven praten, die blijft altijd positief. Het is hier fijn, wat is er mis met een bananenrepubliek? Er is hier alles mogelijk, maakt de stad uniek. Henk Lambers heette Jon Hermans, dus welkom in het nieuwe stadhuis. Het hele lied kunt u terugluisteren en kijken via www.aavisie.nl. Komende week zijn er veel festiviteiten rond de opening van het nieuwe stadhuis. In de reeks reportages over het nieuwe stadhuis nu een portret van kunstenares Sibyl Heijnen. Het kunstwerk in de raadzaal is nog niet helemaal af, maar nu al wel een reportage over de maker van het bijzondere gordijn. Het liefste werk ik met flexibele materialen. Maar het belangrijkste is dat het de materialen zijn die uitdrukken wat ik zou willen vertellen. Dus het is wel een heel breed spectrum. Maar er moet wel een soort van beweging in zitten. Dat vind ik het allerprettigste om mee te werken. Mijn naam is Sibyl, S-I-B-Y-L, Heijnen. En ik ben beeldend kunstenaar. Ik woon in Almelo en ik werk over de hele wereld. Daar heb ik hele mooie projecten mogen doen. Mooie projecten in de Verenigde Staten, in Amerika. Ik heb 20 keer in Japan projecten museaal en kunnen doen. En verder in nog 17 andere landen. En dat heeft mijn horizon absoluut verbreed. Flexibele materialen, daar bedoel ik mee katoendoek, koeienhuiden, kunstgras, rubber bekleed met bladgoud. En ook de materialen die passend zijn bij de plek waar ze terechtkomen. Het allermooiste vind ik als mensen mijn wereld zouden kunnen binnenlopen en dat ik die wereld mag delen. En dat het een totaalwereld is waarin mensen zich ook helemaal kunnen verliezen. En een van de mooie voorbeelden daarvan is geweest in Kyoto, in het National Museum of Modern Art, in een solo tentoonstelling. Waar mensen gingen zitten, liggen, staan, dansen zelfs. Of een meneer die alsmaar door zijn knieën ging en op dat moment probeerde uit te vissen wat er gebeurde als je zo'n beeld of vanuit een andere hoek bekijkt. En als dat lukt, als mensen van een andere kant zouden willen kijken, nou dan ben ik eigenlijk al helemaal tevreden. De avondwandelvierdaagse trok deze week ook weer door de straten van Almelo. Vele honderden kinderen en ouders deden weer mee aan dit jaarlijkse evenement. De woensdagavond had een kleine vervelende wending. Qua jongens hadden de richtingbordjes weggehaald, waardoor een grote groep wandelaars een ruime omweg heeft gelopen. Waar de groepen normaal allemaal om 9 uur binnen zijn, waren er bij die nu pas na 10 uur op het eindpunt kwamen. Maar al met al was het een geslaagde editie van de Almeloze Avondwandelvierdaagse.
van Almelo naar Rio. Reshmi Oging gaat voor deelname aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. Vorige week zagen we haar in de voorbereiding voor het WK Taekwondo. Helaas werd ze in de eerste ronde al uitgeschakeld in Rusland. Haar Chinese tegenstander kwam tot de halve finale. Reshmi richt zich nu op de Europese Spelen in juni in Baku. Zwemster Iris Tjonk was daarvoor afgelopen week in Belek, Turkije, met de selectie van de Nederlandse Zwembond. Ze stelt zich even voor. Welkom op de Facebookpagina van Almelo naar Rio. In samenwerking met sportbedrijf Almelo mag ik mij vandaag persoonlijk voorstellen. Ik ben Iris Tjonk en 15 jaar en ambassadeur van Jeugdbefonds Almelo. Mijn passie is lekker hard zwemmen en met veel plezier de eindstreep halen. En mijn beste dag is rustdag. Mijn doel is door lekker trainen tot betere prestaties te komen en limieten te halen voor Rio 2016. U kunt me nu volgen en steunen op mijn weg naar Rio. Op eerste Pinksterdag is Almelo opnieuw doorkomststad van de Europa Run. Dit jaarlijkse evenement kunt u live volgen via Radio AVEN. Honderden teams met lopers en fietsers over een afstand van meer dan 500 kilometer van Hamburg naar Rotterdam. Zondag tussen 4 en 9 uur komen ze door Almelo en Bornebroek. De Almelopers doen dit jaar mee met twee teams, met nummers 260 en 261. Kom ook kijken langs de route of op het Marktplein op eerste Pinksterdag. Volgend weekend is er opnieuw een musical spektakel in Almelo. Musicalvereniging Servus brengt Romeo en Julia. Vrijdag, zaterdag en zondag zijn de voorstellingen. U krijgt alvast een voorproefje. Ja? Dus nog één en 31 mei. Indiëterrein Almelo. Romeo en Julia. Kijk voor kaarten op onze website. Korenmolen De Hoop aan de Nieuwstraat kent iedereen. Wist u dat het meel dat daar op zijn tijd gemalen wordt, gebruikt wordt door de Almeloze bakker Detert? Hij maakt er de molenstoet van, oftewel meulenstoeten. Bakker Jan Detert, vertel eens, wat is het verhaal van de meulenstoeten? Nou, het verhaal is in feite zo dat ik al heel lang met het idee rondliep om dat te gaan bakken. Maar goed, daar heb je een molen voor nodig. Dus op een middag ben ik maar naar de molen heen gegaan. En ik trof daar iemand aan en die zei, ik gevraagd gesteld van, nou, vinden jullie dat wat om dat te gaan doen? Kunnen jullie meel voor mij vermalen? Zodat we Almelo's molenbrood of meulenstoet kunnen bakken.
Nou, daar werd heel enthousiast op gereageerd. Alleen men had toen nog niet in de gaten dat daar veel en veel meer voor nodig was. Dan maar zo even de molen laten draaien en een graankorreltje vermalen. Nou, de steen is, hebben ze moeten ribbelen anders zou de graankorrel verbranden. Er moest toch wel bepaalde know-how komen, zodat men dat onder de knie had om een constante kwaliteit te houden. Want anders, dat is natuurlijk wel het groot. De ene keer kun je wel goed meel hebben, maar de volgende keer moet het ook goed zijn. En er moet toch wel een goed consumptiebrood uitkomen. Dus dat had toch wel bij de molenaars een en ander voet in de aarde. En dat heeft ook echt tijd gekost voordat het men helemaal klaar had. Want ik kan me voorstellen dat er aan de hygiëne ook bepaalde eisen gesteld worden. Nou, ik moet zeggen dat ik de molen ook toen de eerste keer kwam, vond ik dat het keurig schoon was. En ik denk dat het ook veel een voorbeeld is voor vele ambachtelijke molens. Ik vond het zeer strak te uitzien. Dus dat gaf ook wel een stuk vertrouwen. Ja, toen hebben ze eerst kleine porties gedraaid en toen zijn we gaan bakken om te kijken. Nou, eigenlijk waren we verbaasd en ja, in de positieve zin dat het zo goed bakte. En van daaruit zijn we verder gegaan en zijn de charges wat groter geworden. En zijn we met de molendag zo in de markt gaan zetten. Het is nog niet het einde. Dat kost wederom veel tijd. Ook eigenlijk de wens en de gedachte is nog wel om over enkele jaren te zeggen dat er hier in de buurt een boer is die zelf graan heeft verbouwd voor ons. En dat we dat gaan vermalen, dus dat we nog een stukje verder in de keten kunnen gaan. Nou, dat is één van de ideeën. Ander idee is dat we nog een keer brood willen maken dan met echte melk. Dus echt melkbrood met melk van de koe, vers van de koe. Dan dat gebruiken met de graan en dan een soort Almeloos melkbrood te maken. Ten slotte nemen we u nog weer even mee op de fiets door Almelo. Deze keer van de Windmolenbroek richting Beeklust.
tot zover het Allemaal Almelo weekoverzicht. Terugkijken kan via onze website www.aavisie.nl. Vanaf volgende week is er weer een nieuw weekjournaal. Tot dan!